Welkom bij een nieuwe video van Wat eet je dan wel? Vandaag ga ik echt ultiem vegan comfort food maken. Dat bestaat uit een plantaardige versie van chicken wings, zogenaamd. Gemaakt van bloemkool. En daarbij ga ik een heerlijke vegan mac and cheese maken. Dus ik ga je laten zien hoe ik dat doe. Daar gaan we. Ik ga beginnen door de oven voor te verwarmen op 220 graden. En ik heb mijn siliconen bakmat op een bakplaat gelegd. Je kunt ook een vel bakpapier gebruiken. Wat heb je nodig? Bloemkool in roosjes gesneden. En dan wel grote roosjes, niet te klein. Ongeveer zo groot. Verder heb je nodig bloem, water, knoflookpoeder, zout, plantaardige boter. En een flesje met Frank's Hot Sauce. En dit kun je kopen in de meeste supermarkten. En dan maak ik het beslag door het zout toe te voegen aan het water. Evenals de knoflookpoeder en de bloem. En dit te mengen met een garde tot een beslag. Ik haal ieder bloemkoolroosje door het beslag heen. Goed laten uitlekken, zodat het teveel aan beslag eruit loopt. En dan leg je ze neer op de bakmat. En dit doe je dan met alle bloemkoolroosjes. En deze gaan nu 15 minuten in de voorverwarmde oven van 220 graden. Nou, het water kookt, dus ik ga nu de pasta koken. En ik heb pasta uit de Turkse winkel. En zo'n zak kost maar 50 of 60 cent. Prima pasta. Ik ga nu de pasta toevoegen aan het water. En dat laat ik in ongeveer 10 minuutjes gaar koken. En intussen hebben deze bloemkoolroosjes zo'n 15 minuten in de oven gestaan. Dan ga ik nu de saus maken wat er overheen gaat. En dat is dus deze saus. En die kun je onder andere bij Albert Heijn kopen. Het hele flesje doe ik in een schaal. En dan gaat er gesmolten plantaardige boter bij. En dat meng ik er doorheen. En dan doop ik de bloemkoolroosjes er heel kort in. En dan leg ik ze weer op de bakmat. Ik heb nu alle bloemkoolroosjes door de saus heen gehaald en ik heb nog wat saus over. En dat ga ik met een bakkwastje nog extra over de bloemkool heen strijken op de plaatsen waar de bloemkool echt nog wit ziet. En dat ziet er dan zo uit en het gaat nog zo'n 25 minuten in de oven van 220 graden. Zo zien ze eruit na het bakken. En dan ga ik nu verder met de mac and cheese. Ik heb de pasta gekookt. Ik ga er een kuipje van Oatly roomkaas doorheen doen. Dat gaat er gewoon in zijn geheel bij. En dat roer ik door de pasta totdat het helemaal gesmolten is. En wat er ook bij gaat is miso. En dat is gefermenteerde sojabonenpasta. En dat geeft een hele lekkere, hartige smaak. En daarvan doe ik een flinke eetlepel bij. En ook die roer ik er doorheen. En verder doe ik er 4 eetlepels edelgistvlokken bij. Ik zal hieronder het artikel linken waarin je alles kunt lezen over wat het is, waar je het kunt kopen en dat soort dingen. En voor een gele kleur voeg ik kurkuma toe, oftewel geelwortel. En om het nog iets romiger te maken, doe ik er ook nog een klein scheutje amandelmelk bij. En dat verwarm ik nog heel even door. En zo ziet het eruit. Heerlijke vegan mac and cheese. En zo ziet het er dan uit. En doe ik er alleen nog een klein beetje peterselie overheen. Gedroogde peterselie. En dit is echt typisch comfort food. Ik ga dit lekker opeten. Ik hoop dat je het een leuke video vond. Als je het gaat maken, vergeet me niet te taggen. Vermeld de hashtag van Wat eet je dan wel, zodat ik het kan zien. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doeg!